In de vorige video hebben we het filteren door te klikken uitgelegd. Er is nog een snellere methode, een paar toetsaanslagen is voldoende. Je zoekt en filtert namelijk tegelijk. Elke tabel heeft daarom linksboven een zoek- en filtervak. Actoren filtert de tabelregels tijdens het typen en zoekt door de hele tabel. Als een getal of tekst ergens staat. Dan vindt actoren het onmiddellijk. Je kunt het zoeken nog gerichter maken door meerdere zoektermen in te voeren, gescheiden door een spatie. Net zoals je dat in Google zou doen. Zo kun je bijvoorbeeld zoeken op straatnaam en tegelijk het huisnummer. En je kunt altijd nog met klikken de data verder filteren. Bovenaan zie je het resultaat van je zoeken als filter in de filterbalk. Je kunt het op twee manieren ongedaan maken: door op het kruisje in het filter in de filterbalk te klikken, of het filtersymbooltje met kruisje direct naast het zoekvlak. Beide acties hebben hetzelfde resultaat: het filter wordt verwijderd. En als je in de toekomst iets anders plaatst, bijvoorbeeld een extra tabel, draaitabel of grafiek. Dan wordt de data daarin ook onmiddellijk aangepast. Je kan in alle tabellen zoeken, in het voorbeeld en het huuroverzicht, bijvoorbeeld op de naam van de huurder. Ook dan past de rest zich meteen aan. Dus als je aandacht hebt gericht op het huuroverzicht, hoef je niet ergens anders te gaan zoeken. Je kan je aandacht blijven richten op het huuroverzicht. Actoren lijkt op Excel. Dus we zijn niet vergeten dat je ook vaak wil filteren op dezelfde manier als Excel, met een kolomfilter. Daar gaan we in de volgende video op in.